Dit is het TV West-nieuws van donderdag 3 april. Onderzoek patiëntendossiers Haga Ziekenhuis wijst uit onnodig hartpatiënten overleden. Beveiligers op het strand van Katwijk na ongeluk met loopbrug. En... Kijk, ik zie er is brand. De schoor staat in de fictie. We zijn vrij. Even paniek vanwege brand op het ROC Leiden. Dag dames en heren. Door communicatie en inschattingsfouten op de afdeling cardiochirurgie van het Haga Ziekenhuis in Den Haag zijn onnodig patiënten overleden. Dat blijkt uit onderzoek van 16 patiëntendossiers op deze afdeling dat nu bekend is geworden. Het ziekenhuis besloot eerder tot een grootschalig onderzoek naar 196 sterfgevallen van hartpatiënten omdat er nogal wat mis was op de afdeling. Vorig jaar maart komt de afdeling cardiochirurgie zwaar onder vuur te liggen. Het radioprogramma Argos meldt dat er tussen 2007 en 2010 op de hartchirurgieafdeling opvallend veel patiënten sterven. Er zijn communicatieproblemen en enkele artsen kunnen niet goed met elkaar door één deur. Daarnaast geeft een arts jarenlang te lage sterftecijfers door aan de beroepsvereniging. Het ziekenhuis besluit als gevolg van de problemen tijdelijk geen hartoperaties meer uit te voeren. Er wordt een interim manager van buitenaf aangesteld om het vertrouwen in de afdeling te herstellen. De interim manager, de Nijmeegse chirurg Henry van Swieten, heeft nu 16 twijfelachtige sterfgevallen in de periode tussen 2007 en 2012 op de cardiochirurgieafdeling onder de loep genomen. Daar bleek bij het overgrote deel van die patiënten de operatie te zwaar voor hun lichamelijke toestand. Eigenlijk hadden die patiënten dus niet geopereerd moeten worden in die omstandigheden. Bij twee patiënten moest ik constateren dat er vermijdbare problemen waren opgetreden tijdens de operatie. En dat houdt dan bijvoorbeeld in het gebruik van een instrument wat onder die omstandigheden niet gebruikt had moeten worden. Als je geweten had dat de gevolgen van dit probleem zo vergaand zou zijn, zouden ze niet overleden zijn. De oorzaak van de sterfgevallen ligt in slechte communicatie tussen de verschillende specialisten. We hebben cardiologen, cardiochirurgen, hartchirurgen, anesthesisten en intensivisten, verpleging. En iedereen heeft een bijdrage aan het, laten we zeggen, totaal resultaat. En daar bleek van dat er toch niet zulke goede communicatie was tussen de verschillende professionals. Professionals waren deskundig, bekwaam, maar de communicatie onderling, daar ontbrak het hier en daar aan. Naar aanleiding van de problemen bij het Haga ziekenhuis is de inspectie voor de gezondheidszorg op dit moment alle 16 hartcentra in Nederland aan het doorlichten op onder meer de communicatieprotocollen. Verslaggever Mark Kool. Nou Mark, waarom doet de inspectie dit? Ja, in hartcentra komen natuurlijk vaak patiënten te liggen die er slecht aan toe zijn. Ja, en dan is het extra belangrijk dat richtlijnen en procedures juist worden uitgevoerd. Want gebeurt dat niet, dan kan dat mensenlevens kosten. En wat onderzoeken ze nou precies? Nou, ze onderzoeken bijvoorbeeld of er goede communicatieprotocollen zijn. Wordt er goed gecommuniceerd door de medici? Maar ook of de richtlijnen en procedures goed worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij een operatie wordt gekeken of een patiënt A ook patiënt A is en of die geen allergieën heeft bijvoorbeeld. En ook of artsen voldoende opereren om een operatie goed te kunnen uitvoeren. Dat zijn allemaal zaken die worden bekeken. Wat gaan ze met de uitkomsten van die onderzoeken doen? Nou, uiteindelijk komt er een rapport voor al die 16 hartcentra met erin de resultaten en aanbevelingen. Ja, het is natuurlijk de bedoeling dat de hartcentra daar ook iets mee gaan doen. Het is overigens nog niet bekend wanneer dit rapport zal verschijnen. Mark Kool, dankjewel. Het Haga ziekenhuis zegt dat er inmiddels orde op zaken is bij het hartcentrum. Dit onder leiding van de Nijmeegse chirurg Henry van Swieten, die hiervoor werd ingeschakeld. Zo zijn er protocollen gekomen om de communicatie te verbeteren. En dit moet voorkomen dat specialisten verstoken blijven van essentiële medische informatie over patiënten. Matthijs Baks is medisch manager van het hartcentrum. Hij ziet dat de scherpere werkwijze die door Henry van Swieten is ingezet zijn vruchten afwerpt. Er zijn scherpe afspraken gemaakt. Wanneer wordt er bij moeilijke patiënten gezamenlijk besloten tot een operatie? En daar is dus nodig dat alle disciplines gezamenlijk in consensus, dus gezamenlijk afspreken, dit is de goede weg. En niet dat de een zegt we doen het en die geeft vervolgens een probleempje door aan de andere. Dus juist bij hoogrisicopatiënten is dat een valkuil en moet je er erg scherp op zijn. Er werd niet alleen gebrekkig onderling gecommuniceerd door specialisten over hun patiënten, ook hadden enkele artsen irritaties over hun weer.
wat een goede informatieoverdracht in de weg zat. Deze artsen zijn inmiddels vervangen. Er wordt nu beter gelet op dit soort situaties. Met elkaar in gesprek gaan, onder professionele begeleiding, vinden we iets van elkaar. Wat kan er verbeteren? Waarom kan iemand zich ergeren aan een ander? Dat is één. En het andere wat we ingericht hebben is een wekelijks bijeenkomst. We noemen het een dagelijks bestuur van de hartchirurgische keten. En daar zit van elke discipline iemand aan tafel om te melden of er problemen in die week zijn geweest, waar verbeterpunten zijn. En ik ben eigenlijk wel heel tevreden over dat de organisatie, dat de keten in staat was om in zo'n korte tijd het op te pakken en die onderlinge relatie snel te verbeteren. Sinds vanochtend staan er bij de loopbruggen op het strand van Katwijk beveiligers. Deze beveiligers zorgen ervoor dat de mensen veilig over de bruggen naar het strand kunnen, maar ook degenen die daar hun werk doen, dat die alle veiligheid kunnen doen. Gistermiddag kwam een vrachtwagen in botsing met een van de bruggen en daarbij vielen er 3 licht en 1 zwaar gewonde. Het is nog onduidelijk wat er met de overgebleven loopbruggen aan het strand van Katwijk gaat gebeuren. Het neerzetten van beveiligers bij de bruggen is één van de veiligheidsmaatregelen die de gemeente en bouwbedrijf Ballast Nedam hebben genomen na het ongeval van gisteren. Op dit moment staan ze er. Ze zijn worden extra beveiligd met beton. En daarnaast zijn er ook verkeersregelaars die worden ingezet. Maar we zijn aan het kijken of we het wel met bruggen moeten doen. Want naast het feit dat je dan een vrije passage hebt, heeft het dus ook zijn eigen risico's. En op dit moment wordt dat op een rij gezet en daar nemen we zo snel mogelijk een besluit over. De gemeente laat vanmiddag weten dat alle slachtoffers het ziekenhuis inmiddels hebben verlaten. Over de toestand van de chauffeur is nog niets bekend. In ieder geval weten we dat er een vrachtauto met een open laadklep tegen loopbrug aangereden is. Die laadklep mocht niet open zijn, dus dat is in ieder geval een fout die gemaakt is. Hoe dat precies komt, wordt op dit moment door de arbeidsinspectie onderzocht. Het bouwbedrijf doet ook een eigen onderzoek en op dit moment is de uitslag daarvan nog niet bekend. Er staan nu nog 2 bruggen langs de boulevard in Katwijk. Maar van angst voor nog een ongeluk lijkt geen sprake. Nee, ik ben er niet bang voor. En nu staat er bij elke brug staan nog een douane ook. Nee hoor, hij staat heerlijk stevig en er is geen beweging zit er als het ware in. Het is natuurlijk een noodzakelijk kwaad dat je staat, maar je hebt een mooi uitzicht. Dus dat valt wel best mee. Het merendeel van de N-wegen in Zuid-Holland is onveilig. En dat blijkt uit een onderzoek dat de ANWB heeft laten uitvoeren. De gevaarlijkste punten zijn onder meer bij de N213 bij Naaldwijk en de N206 tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. Ongelukken met dodelijke afloop, zoals hier op de N207. Het gebeurt te vaak. En het is ook niet nodig, blijkt uit een rapport van de ANWB. 57% van de provinciale wegen in Zuid-Holland blijkt onveilig. Dat is dus meer dan de helft. We wisten natuurlijk wel dat provinciale wegen een probleemgroep is. Dat weten we in feite al een aantal jaar. Maar dat het zo ver zou gaan, hadden we toch niet verwacht. Elke dag vallen er in het Nederlandse verkeer 2 doden en 50 gewonden. Een kwart van deze slachtoffers valt bij een ongeluk op provinciale wegen. Om te beginnen zijn ze te smal. Vaak 2 baans. Nou, en dan krijg je het inhaalprobleem. Op de weg komen is niet zo veilig. Nee, daar kom je niet zo veilig op. Dan moet je even wachten tot de auto's aankomen rijden en dat je erin kan voeren. Ja, ongelukken. Dus echt, ze rijden ontiegelijk hard hier. Dit zijn de onveilige wegen. Eén die slecht scoort is de N222, oftewel de veilingroute in het Westland. Je kunt er ook goed zien dat daar sloten liggen die redelijk dicht bij de weg liggen. En dat is natuurlijk een risicofactor. En aan de overkant zien we dan ook nog die schuine helling, dat talud. Wat daar gebeurt als je tegenaan rijdt, vraag ik me eerlijk gezegd ook af. Maar dat is natuurlijk al beter dan een sloot. Nog beter is dan weer een vangrail. Maar goed, dat hangt van de mogelijkheden van de provincie af en wat ze eraan willen besteden. Het zou mogelijk moeten zijn om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen met ruim 2200. Binnen 20 jaar zou er dan 338 miljoen euro moeten worden geïnvesteerd. Is dat het waard? Ongetwijfeld. Ja, mensenleven is niet te betalen. In een gebouw van het ROC Leiden naast station Lammenschans heeft vanochtend kort brand gewoed. De brandweer had de situatie snel onder controle, maar de leerlingen zijn toch naar huis gestuurd.
Niemand raakte gewond, maar spannend was het wel voor de ROC'ers. We zagen al een beetje dampen, toen dachten we van nou, dat is gewoon of mist of iets dergelijks. En toen ging het stinken en werd het donkere rook. En toen sprongen de vlammen uit de grond bij de deur. En dat klonk vanochtend zo. Kijk, ik zie er eens brand. De schoor staat in de fictie. We zijn vrij. Het brandje ontstaat op het dakterras van het ROC-gebouw. De prullenbak van de peuk stond in de fik. En er kwamen vlammen onder het gebouw vandaan. Onder de tegels is het gaan fikken. Hoe kan dat gebeurd zijn, denk je? Ik zou het niet weten. Heel veel mensen zeggen door een peuk, maar dat betwijfel ik, want het wordt niet zo warm. Er zitten alle tegels, daar zijn er uit. Het zit stof onder de tegels en het is allemaal in de fik gevlogen. En de muur is ook helemaal zwart. Dat was een paniek. En het viel mee, want we hebben wel meer dan de vorige keer, want we hebben kort geleden een brandoefening gehad. En toen ging iedereen best wel rustig naar buiten en nu was het van, oh wacht, misschien is het nu wel echt waar. Dus we waren echt veel sneller buiten dan eerst in ieder geval. De schrik zit er bij sommige leerlingen goed in. Ik vind het sowieso een beetje eng in dit gebouw, dat er zo snel brand kan ontstaan. Ja, we zitten wel op 8 hoog, dus als het een keer serieus is, dan is het best wel een eind naar beneden met de trap. En dat was minder. De brandweer weet het vuur snel te blussen. Toch mogen de leerlingen naar huis. Wij mochten niet meer naar binnen omdat er schijnbaar gifgas of zo misschien boven waren. Of het rook daar verkeerd, dus wij mogen niet meer daar naar binnen. Dus dat betekent nu, jee, vrij. Ja. Maar ja, we moesten wel naar school fietsen, dus het is wel jammer. Poepoe. Ja. Wat ga je doen vandaag? Vrij weinig. Maar ik ga in ieder geval naar huis. Leren, zeg je dat toch? Ja, dan gaan we leren. In de afgelopen weken zijn in het hele land meer dan 5000 aangiften gedaan tegen Geert Wilders. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De duizenden aangiften werden gedaan naar aanleiding van de omstreden Marokkanen-uitspraak van Geert Wilders op de verkiezingsavond in Den Haag. Geert Wilders vroeg zijn publiek tijdens een toespraak op de uitslagenavond van zijn partij in Den Haag of ze meer of minder Marokkanen in de stad willen. Het Openbaar Ministerie bestudeert de aangifte en de uitlatingen van de politicus. Het is nu nog niet te zeggen wanneer hierover een beslissing zal worden genomen. Henk Vrezer is nog maar een paar weken trainer van ADO Den Haag en heeft nu al een clubrecord te pakken. Sinds zijn eerste wedstrijd tegen Vitesse na het ontslag van coach Maurice Stijn verloor het team niet meer. In 8 wedstrijden is ADO Den Haag nu al ongeslagen. Gisteravond wist ook topclub FC Twente niet te winnen. Het werd 1-1. Dankzij de goede prestaties is de club van de laatste plaats opgeklommen naar de 14e plaats. Het Haagse Cultuurpaleis is na de verkiezingen weer onzeker geworden. Omdat het aantal tegenstanders in de Haagse gemeenteraad inmiddels groter is dan het aantal voorstanders. Veel hangt af van de coalitieonderhandelingen. Dat neemt niet weg dat de bouw van het tijdelijke theater op het Noordvolkterrein bij Duindorp razendsnel gaat. Maar onduidelijk is dus of er ooit wel een optreden zal zijn. Hier in de haven van Scheveningen is de afgelopen maanden keihard gewerkt aan het theater. Inmiddels is het hoogste punt bereikt. En ook binnen krijgt het vorm. Met hier het podium en de tribunes met orkestbak. Het theater biedt plek aan 1000 bezoekers. Het Zuiderstrandtheater gaat de voorstellingen opvangen van het residentieorkest en het Nederlands Danstheater wanneer hun oude panden gesloopt worden voor de bouw van hun nieuwe onderkomen, het Cultuurpaleis op het Spuitplein. Bewoners zijn nog niet erg enthousiast over het bouwwerk. Het is natuurlijk ook voor die landschap niet zo mooi. Zo die echt natuur die heb je niet meer zo ja, als het was. Maar alleen die plek hier is natuurlijk ook niet zo mooi als ze dat zo laten en ja, helemaal niks mee doen. Ik hou niet van die moderne gebouwen. Dus om heel eerlijk te zijn. Maar ja, dat ken je anders natuurlijk. Niet alleen op het Noordvokterrein, ook op het Spuitplein in de binnenstad gaat binnenkort gewerkt worden voor het Cultuurpaleis. Zodat de weg terug steeds moeilijker en duurder wordt. Zo zullen hier proefsleuven gegraven worden voor archeologisch onderzoek, zodat de bouw kan starten. Volop werk dus, terwijl de toekomst van het Cultuurpaleis onzeker is. En ook de wethouders Marjolein de Jong en Marnix Noorder, die tot nu toe de kar hebben getrokken, die erkennen dat die toekomst afhankelijk is van de coalitieonderhandelingen. Daarom hebben zij vandaag de gemeenteraad per brief laten weten dat zij de komende tijd in het Cultuurpaleis dossier geen nieuwe stappen zullen zetten die niet meer terug te draaien zijn. Maar tegelijkertijd gaat het werk dat al in gang is gezet gewoon door. Een kleine handreiking dus aan de tegenstanders van het Cultuurpaleis, maar vooral ook aan de onderhandelaars.
Eerder maakte de gemeente Den Haag bekend dat de kosten die voor het cultuurpaleis gemaakt zijn inmiddels meer dan 20 miljoen euro bedragen. Het is de bedoeling dat het Zuiderstrandtheater in het najaar van 2014 klaar is. En dan zijn we toe aan het weer. Hier is Huub Niezee. Langzamerhand komt er een einde aan het wel zeer fraaie lenteweer wat we deze begindagen van april hebben. Maar pas in het weekend wordt het allemaal wat lichtwisselvalliger. En de laatste dagen horen we nogal wat over heigheid in de atmosfeer. Op deze foto van gisteravond is dat ook min of meer te zien. De lucht heeft een beetje een gelige kleur bij de zonsondergang. En ook overdag is het zicht wat gereduceerd. En heigheid wil zeggen stof in de atmosfeer. En dat is afkomstig uit Zuid-Europa. Op dit kaartje is te zien dat het vandaag eigenlijk boven Frankrijk en België en ons land dus inderdaad wat stoffig is. Dat kan ook wel wat woestijnzand of stof zijn dat uit de Sahara komt. Op het volgende kaartje zien we dat de situatie voor morgen eigenlijk nog voor een deel hetzelfde is. En als we dan naar het kaartje kijken van zaterdag, dan zien we dat de lucht boven West-Europa eigenlijk weer helemaal schoon is. Nou, dat heeft te maken met een weersverandering. Dat gaan we dus nog niet direct merken, want ook vanavond en vannacht hebben we nog een overwegend zuidoostenwind. Er zijn dan wat wolkenvelden, wat opklaringen en de kans op een bui is nog maar heel klein, terwijl de temperatuur daalt tot ongeveer 11 graden. En morgen hebben we een afwisseling van zon, wat wolkenvelden, misschien ook een lokale regen- of onweersbui. De wind wordt in de loop van de dag wat meer zuidwest tot noordwest en zal iets minder zachte lucht aanvoeren, maar toch kan het morgen nog plaatselijk wel 18 graden worden. En dan zaterdag. Dan hebben we een front dat gepasseerd is. In de ochtend misschien nog wat regen. Daarna komen er weer opklaringen. De wind komt in de zuidwesthoek, gaat dus schonere lucht aanvoeren. En dan wordt het toch nog zo'n 16 of 17 graden. En tot zover dan het TV West nieuws. Meer nieuws is te vinden op omroepwest.nl en op de apps voor de mobiele telefoons en de tablets. Straks kun je hier kijken naar West Safari. En onze verslaggevers Anita Jansen en Arbel Eschet trekken deze hele week door Poeldijk. Vandaag dus opnieuw hun avonturen. Dat zo dus hier op TV West. Voor nu wens ik u alvast een hele fijne avond.